Ik sta hier voor het uitvaartcentrum Oost-Groningen in Winschoten. Een uitvaartcentrum waar mensen afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. Een plek waar men eigenlijk liever niet komt, want het gaat altijd gepaard met verdriet. Maar vandaag is er een open dag. Vandaag zijn de deuren geopend voor iedereen, voor al het publiek dat wil gaan kijken. Laten wij ook een kijkje gaan nemen. In deze grote aula vinden de plechtigheden plaats. Tot 145 mensen kunnen hier zitten. Maar er zijn natuurlijk plechtigheden waar meer mensen op afkomen. Via de grote gang eigenlijk achter deze ruimte komen men dan ook meeluisteren en kijken. En als het nodig is kunnen ook nog mensen in de ontvangsthal staan. Plechtigheden worden hier vormgegeven met woorden, met beelden. Er kan een PowerPoint-presentatie afgespeeld worden en er wordt natuurlijk muziek gespeeld. We staan hier in de overruimte van Uitvaartcentrum Oost-Groningen. Ik sta hier met Gert de Wal, de manager van het uitvaartcentrum. Gert, kan je uitleggen wat hier precies gebeurt? Nou, dit is dus de ruimte waar dus daadwerkelijk de crematie plaatsvindt. Dus na de plechtigheid wordt de overledene naar deze ruimte gebracht en hier worden ze de overledene in de oven getransporteerd. En dat gebeurt meteen na de plechtigheid? In de vroege ochtend gebeurt dat wel. Gedurende de dag heb je dus wat verloop qua tijd, omdat de tijdsduur van de crematie op zich wat meer tijd in beslag neemt, dat het wat langer duurt. Ja, want hoe lang duurt zo'n crematie op zich? Gemiddeld genomen ongeveer tussen een anderhalf uur en een uur en drie kwartier. Zo'n crematie, hoeveel doe je ervan op een dag? Dat is afhankelijk. Dat kan variëren van een dag dat heel rustig is en niks is. Maar het kan ook soms zijn dat er misschien wel 9 of 8 of misschien wel 10 crematies zijn. Hoe warm wordt zo'n oven eigenlijk? Ook dat is een beetje variabel. Tussen de 900 en 1100 graden ongeveer. De overledene wordt hier ingevoerd en dan gaat dat proces starten. Wanneer is het klaar en wat doen jullie dan nog? Ja, het proces is klaar natuurlijk op het moment dat daadwerkelijk ook het lichaam dusdanig goed verbrand is. En aansluitend worden dus de stoffelijke resten worden verzameld in een aslade. Daarin wordt het afgekoeld en vervolgens wordt het verwerkt tot de daadwerkelijke as zoals de familie het meekrijgt. En wat ik daarmee bedoel is zeggen dat de as wordt gescheiden van de metaaldelen die daarin aanwezig zijn. En die metaaldelen, gebeurt daar iets mee? Ja, wij in Nederland hebben wij via de Landelijke Vereniging van Crematoria hebben wij een fonds, het Vijandfonds. De metaaldelen worden door een bepaald bedrijf ingezameld, gerecycled en al het geld wat daarvan overblijft, komt dus in het Vijandfonds. En daar kunnen allerlei organisaties die iets te maken hebben met de gezondheid, dus een ambi-status hebben, kunnen daar een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming. Is daar veel geld al mee uitgekeerd aan dat soort instanties? Er is een overzicht van, er is een website van waar het precies op staat. En het afgelopen jaar, dus 2023, hebben dus de 110 crematoria in Nederland geld geschonken aan 577 goede doelen. Met een bedrag van iets meer dan 4,7 miljoen. Wat is voor jullie een metaal wat dan ingezameld wordt? Het zijn spijkers en schroefjes van de kist. Dat zijn protheses, dus kunstheup, kunstknie, hartklep, noem maar op. En dat zijn dus ook eventueel edelmetalen in de vorm van goud en zilver. Wat dus een laag smeltproces is, dus niet in de vorm terugblijft zoals het daadwerkelijk is. Dat is dus voor na die tijd. Dit gebeurt meteen na de plechtigheid. Zijn er mensen die mee mogen naar deze ruimte? Dat mag. Het gebeurt ook tegenwoordig steeds meer. Steeds meer de vraag naar om de overledene te begeleiden naar de overruimte. Of eventueel bij de invoering aanwezig te zijn. Dus dat is. En worden hier ook crematies uitgevoerd van overledenen die hier geen plechtigheid gehad hebben? Ja, dat kan. Wij noemen het dan een crematie direct. Dus dat betekent dat de familie de dienst elders heeft gehad. Thuis of in een andere plaats. En waarbij de overledene dan vervolgens naar hier wordt gebracht voor de crematie. Er kan gauw een foutje gemaakt worden. Hoe weten jullie precies wie is? Wel, hier moet eigenlijk alles perfect zijn. Maar het is dus zo dat bij de achterdeur, als ik het even zo mag noemen, is er al een controle. De uitvaartondernemer heeft een registratieformulier en op de kist zit hetzelfde nummer. Dus dat moet met elkaar overeenstemmen. Dat is voor ons A.A. de eerste check. En vervolgens, bij een crematie is het zo dat op het moment de overledene wordt ingevoerd in de oven, komt erbij een vuurvast steentje. Er staat een nummer op, dat is een crematienummer. En in ons geval dus Winschoten, de plek van het crematorium. Dat steentje is vanaf dat moment onafscheidelijk bij de as aanwezig.
In Uitvaartcentrum Oost-Groningen is het ook mogelijk om met een heel klein groepje een plechtigheid te organiseren. Tot een man of 30 kunnen hier plaatsnemen en in deze ruimte wordt zowel de plechtigheid gehouden als de nazit met koffie, thee of wat anders. Hier kan ook gesproken worden, muziek gespeeld worden en uiteraard kunnen er ook beelden worden getoond. Kun je ons vertellen waar we hier nu staan op dit moment? We staan hier in de condoleanceruimte. Dit is dus eigenlijk een beetje het afgesloten gedeelte van het totaalgedeelte. We hebben natuurlijk de plechtigheid gehad. We hebben de zoverruimte gehad. En we aansluitend komt de familie hier samen met de gasten om de nazit te doen. De condoleance. Ja. Het ziet er erg mooi uit. Het is ook echt nieuw, geloof ik, toch? Ja, we hebben in 2020 een hele verbouwing gedaan waarbij dit helemaal vernieuwd is. En we zijn erg trots op deze ruimte en we krijgen ook ontzettend veel positieve reacties daarover. Het is niet alleen meer een kopje koffie, thee en een plakje cake wat hier geserveerd wordt, toch? Nee, dat verhaal is echt wel een beetje achterhaald. Ondanks dat we nog wel in het Oost-Groningse zitten en men nog wel redelijk in die lijn zit. Daar graag aan vasthoudt. Maar het wordt steeds meer een ruimte waar ook een biertje wordt gedronken. Waar ook een bitterbal is of waar men een heerlijk soepje kan eten met heerlijke luxe broodjes. Dus wat dat betreft heeft zich dat wel veranderd. Eigenlijk is alles mogelijk hier. Ik zou niet willen zeggen alles, maar wel heel veel. Ja, ja. Wat is er in de loop der jaren, want dit crematorium is er sinds 1984, echt wezenlijk veranderd in de hele setting, in de hele plechtigheid? Nou, met name vind ik wel de dienst op zich. In de beginjaren, ik werk hier nu inmiddels 35 jaar, de beginjaren voor mij was het altijd nagenoeg drie keer James laatste spreker en dan was het de dienst klaar en dan gingen de mensen koffie met cake en dan was het klaar. Nou, tegenwoordig zie je toch wel plechtigheden met meerdere muziekstukken in plaats van drie. Heel veel eigen keuzes, soms 6, 7 muziekstukken. Presentaties, dus in de vorm van een PowerPoint, foto's laten zien, is goed nagenoeg. Bij iedere plechtigheid is dat wel aanwezig. En live muziek, komt dat ook wel eens voor? Af en toe komt het eens een keer voor, ja.